Ja David, ik heb het tegen jouw coach ook gezegd, ja, dit is natuurlijk een zuur, hè? Ja, dat is het woord, hè. Heel zuur, heel zuur. Ja, klotere ken je, hè? Einde van een tijdperk? Ja, dat weet ik nog niet, maar ik kan niet stoppen om naar de tweede klas te gaan. Maar, ik zeg het, 31-27, we hebben alles gegeven. Natuurlijk waren er wat fouten, maar ja, Putsen speelde een waanzinnig goede wedstrijd. Dat is een gevaarlijke ploeg. Ik had ze al bezig gezien. Ze hadden vandaag met meer dan 5 man een heel hoog niveau. Ja, dat is een verschil, hè. Bij ons maar enkele die een heel goed niveau hadden en de rest iets minder. En dan zie je dat verschil, 4 golen. Ik zeg het, ik had liever gisteren gespeeld tegen Boekenberg. Dan hebben we misschien gewonnen. En 2 keer in de competitie gewonnen van Boekenberg. En dan verliezen van Putsen. Dat is natuurlijk echt een verrassing is dat niet, want het niveau is wel naar beneden aan het gaan, top. Maar er zijn wel 8-9 ploegen die gelijk aan elkaar zijn en een Putsen hoort erbij. Mee hebben we Sikopje, ja. En als ze zoals vandaag spelen, ze hebben vandaag echt gepiekt en ze hebben echt top gepiekt. Mag ik zeggen dat die overwinning verdiend was vandaag dan? Absoluut, absoluut, zeker verdiend. Er waren kanten momenten voor ons en hebben ze niet gegrepen en Putsen blijft scoren. Zegt, wij maken 27 goalen. 95% van de wedstrijden winnen die wedstrijd. Zij maken er 31, ja. Dat is knap en verdiend van Putsen. Als ze zo blijven spelen volgend jaar, gaan er veel ploegen moeilijkheid mee hebben. Wij moeten gewoon ons rug richten en blijven werken. Zeker de jonge mensen moeten nog meer gaan investeren. Willen ze dat niveau aankunnen. En dan zien we naar de toekomst en hopelijk binnen 1 jaar terug naar de Top League. En dan zien we wel. Hè. Hoe zit het met David Peters volgend seizoen? Ja, ik wil nog voortgaan. Op deze moment is het even lastig. Want ja... Je was verschrikkelijk boos op het veld. Tuurlijk. Tuurlijk. Absoluut. Heb jou horen roepen tijdens een time-out tot boven. Moet, hè. Het is een superbelangrijke wedstrijd, hè. Het is die wedstrijd verliezen is niet super erg, hè. Het is dat jaar in tweede klas spelen, hè. Tegen een mindere tegenstrevers. Ik verlier een jaar en ik zoek 34. En ik kan nog altijd wel mee met het hoogste niveau. En dat is een jaar verloren. Als ik terug ben, is het misschien 36 in het beste geval. Ja, ik zei het, ik kan mijn best ook kan zien om mijn lichaam het kan houden. En, ik zou toch eerder volgend jaar direct kampioen spelen en eindigen in Top League. Maar die Promo League is ook, er zitten nog wel enkele kleppers tussen. Hè? Absoluut, absoluut. Niet onschat, ik zeg, het niveau is allemaal zo wat gelijkaardig. 3-4 ploegen zijn, kunnen mee Top League, kunnen met wedstrijden winnen. Riviera ook niet onderschatten terug naar beneden. Nee, dat wordt knokken, hè. Wordt iets fysieker korfbal. Ja, we zullen wel zien. Op deze moment ga ik er niet over nadenken. Op deze moment is het echt balen en ik kan aan niemand verwijten, want ze hebben hun best gedaan. 17 goal. Ik zeg het, als het na 14-13 was, kan ik mensen aanduiden, maar ze hebben er alles aan gedaan. Maar de tegenstrijd was sterker vandaag, was misschien nog harder gemotiveerd. Proficiat Putsen. Mag ik toch zeggen dat het toch misschien tijd is om die verandering te doen, misschien in de Promo League? Daar moeten toch jongeren gaan opstaan, hè? Ja, maar er zijn al jongeren. We zijn met 4-5 jongeren. Misschien als we vandaag met ons volledig oude ploeg spelen, verliezen we niet. Maar we willen natuurlijk een beetje verandering op Scaldi zetten. De jonge mensen moeten ook leergeld betalen. Maar dat leren ze volgend jaar, in tweede klas zeker. Hè. Zo hebben we het ook geleerd. Hè. Tweede klas of in de reserve in de tijd. Dat is harder en zo leren hun mannetjes staan. Hè. Ja, ik hoop dat er mensen zijn in die gaan opstaan. Want ik kan niet op mijn 40 jaar blijven korfballen. Maar ik zou toch toch in Top League willen eindigen, zal ik zeggen.